die bijzondere dag. Ja, u heeft het geluk, mevrouw, dat u verloofde naar ons toe is gekomen voor een heel bijzonder pakket. Een pakket van de Arenberg. De Arenberg is een van de beste wijnhuizen van Australië. Dat komt uit de McLevenville, dat ligt bij Adelaide. Iets over de Arenberg. De Arenberg die werkt biologisch. In 2008 ook uitgeroepen tot Global Winemaker of the Year voor de biologische wijn. Het is een gerenommeerd wijnhuis dat bestaat sinds 1912 en goed is voor 78 hectare. Het bijzondere van dit wijnhuis is dat ze niet alleen de bekende druiven als de Shiraz voor Australië en de Chardonnay aanplanten, maar ook heel veel wat onbekendere druiven. Je hebt een mooie box ontvangen als het goed is, inmiddels. En daarin zitten 6 verschillende wijnen. Ik zal ze alle 6 even kort doorlopen wat het is en wat het gemaakt is. De eerste wijn is de Dry Dam, de Riesling. Dry Dam, dat staat voor de droge dam. Ze hebben een dam gebouwd vroeger om eigenlijk het water een beetje tegen te houden. En eigenlijk een droge grond is heel goed voor de wijnbouw. Want hoe meer een wijnstok zijn best moet doen om te werken, hoe droger, hoe meer kwaliteit er in de wijn komt. Riesling is dan weer echt een druif die vanuit de Europeanen is meegenomen richting Australië. Dus vandaar de naam Dry Dam. Andere wijn die erin zit is de Hermit Crab. Hermit Crab, dat staat voor toch wel de kleine rivierkreefjes die er heel veel in de buurt van de wijngaarden te vinden zijn. Voornamelijk ook meer aan de kustgedeelte. En Hermit, dat verwijst naar de Hermitage. Dat is een gebied in Frankrijk waar voor witte wijnen de Roussan en Marsan druiven worden gebruikt. En dat zijn ook de druiven die u gaat proeven in de Hermit Cup. Prachtige wijn, groot glas, niet te koud serveren. Zeker ook lekker bij eten. De Olive Grove, dat komt vanuit de Europeanen. De Europeanen die namen voornamelijk de olijfbomen mee. En die zie je overal in Australië zie je die ook staan. En ook bij deze Chardonnay wijngaarden van de Arenberg zie je ook nog planten staan, bomen staan met olijven. Dus vandaar de naam de Olive Grove voor de Chardonnay. Dan gaan we richting de rode wijnen, de Loving Magpie. Dat is wel een grappig verhaal. Dat is namelijk gebaseerd op de dochter van de toenmalige wijnmaker, de heer Osborne. En waarom nou Loving Magpie? Het verhaal gaat zo dat het gaat over een kakelend geluid van een bekende vogel uit Australië. De kakabura. En deze kakabura die maakte dus een kakelend geluid. En die dochter, als hij lachte, kwam dat geluid enigszins overeen. Dus vandaar de naam Loving Magpie. Er zijn nog 2 hele mooie rode wijnen in het pakket te vinden voor jullie. Eentje daarvan, dat is de Custodium. Ook al beschermer. Het komt omdat de Grenache gedomineerd is. En ze vroeg eigenlijk, zeker in dit gedeelte van Australië, al die Grenache stokken verwijderde. Ze gingen het aanplanten voor Shiraz, maar deze meneer Osborne die bleef stand houden aan de Grenache. Hij is ook degene die het meeste Grenache heeft staan, dus vanuit de bescherming voor de Grenache-druif. De Footbolt, dat is het winnende paard. Dat was meneer Osborne die vond het leuk om te gokken. Dus hij gokte met zijn geld op de winnende paard, die heette Footbolt. En van dat geld, dat was een behoorlijk bedrag blijkbaar, heeft hij de wijngaard gekocht voor deze bijzondere wijn als laatste. Het zijn prachtige wijnen, ga ervan genieten. Geniet van de tijd samen. Ik heb ze hier bij me. Het zijn hele bijzondere wijnen. Wij verkopen ze graag. We verkopen ze ook met heel veel plezier. En de mensen komen altijd terug voor de wijnen van de Arenberg. Het is topkwaliteit. En ik ben zeker dat jullie er heel erg van gaan genieten. Ik wens je een hele fijne tijd toe samen.